Welkom in NL Magazine, ik ben Maurice. Ik ben Patrick. Ik ben Jim. Hallo Jim. Hallo. Hey. Hey, we gaan het vandaag hebben over Rogue One. We zijn alle drie naartoe geweest. Ja. En begin gewoon heel simpel, wat vond je van? Ja, ik vond het goed. Hoe veel? Beter dan één. Nou ja, één. Beter dan... Hoeveel zitten we nu? Dit is nummer 7. Dit was 3,5 toch? 3,5? Dit was 3,5. Ja. En die vorige was nummer 7. Ja, en dat was beter dan 7. 3,5 was beter dan 7. Ja, dat was wel. Dat was wel echt leuk. Ja, dat is echt een leuk verhaal. Ja. Ja, oké. Hij sloot me goed aan. Oké, maar wat was dan het betere van? Was gewoon het betere verhaal? Was dat het? Ja, het was een nieuw verhaal, hè? Nou, als je eindelijk. Na nummer 7, naar het fiasco van nummer 7, noem ik het maar. Ja? Naar de kopie die ze gedraaid hebben van nummer 3, was dit eigenlijk een vernieuwend Star Wars verhaal. Vind ik, persoonlijk. Vind je dat ook, Jim? Ja, het was... Nou, eigenlijk, je ziet eigenlijk, ja... Deel 3, Death Star werd gebouwd en dan zie je eigenlijk wat er... Ja, oké. Okay, dus wat er gebeurt, zeg maar, hè, na deel 3. Ja, oké, okay, dus in feite, wat ik nu toch van beide hoor, is dat eigenlijk deze film, Rogue One, heeft het dan over, beter was dan Force Awakens. Ja. Omdat Force Awakens eigenlijk te veel kopie was van eigenlijk 3 en misschien een beetje 4. Ja, natuurlijk. Ja, kijk, vervang haar voor Luke Skywalker en we hebben nummer 3. Ja. Dus ja, natuurlijk is het is die planeet, was natuurlijk wel een planeet. Ja, oké, goed. Maar ja, het was geen Death Star. Oké, goed. Maar goed, we hebben dezelfde laserbeam eruit. Dus ja. Oké, okay, maar dan gaan we terug gewoon naar Rogue One zelf. Ja. Want die film vonden we goed. Die was top. Ja. Een dijkert. Alleen even, ik heb twee dingen gehoord wat mensen vrij moeilijk vonden. Dat was het eerste, we misten zeg maar, de opening test. Was dat echt problematisch om te volgen voor de film? Nee, maar het wel leek wel of de openingstekst gemaakt was door een tweejarige. Ja, toch? Ten eerste was de font, die zag er niet uit. Ja. Het liedje was heel raar. Wat gaat er nou gebeuren? Gaan we naar origineel of gaan we nou niet naar origineel? Het was een hele rare intel-tune, vond ik het. Ja. En Jim, ben je helemaal herinneren, de intel-tune? Ja, toch? Wel een beetje. Ja, ik was één keer geweest. Het ging vrij snel. Het ging vrij rap allemaal, hè? Ja. Nee, want dat is ook het andere bezwaar. Veel mensen zeggen dat je in het begin heel vaak naar andere planeten ging hoppen. Ja, ik kon niet bij jou bij welke planeet ze... Nee, ik ook niet. De naam in ieder geval. Ja, ik kon niet bij jou welke naam zitten we nou weer, zomaar zeggen. Ja, oké. Okay. Maar dat is ja, eigenlijk... Vrij rap. Maar dat zijn maar ja, we hebben maar één keer gezien. Ja, daarom. Dat is eigenlijk wel een film die ik twee keer moet zien. Hij misschien? Misschien wel drie keer. Ja. Nee, kijk, dat is wel het voordeel. Ik heb dit boek gelezen, Catalyst. Dat is het boek wat als het ware het verhaal voor Rogue One vertelt. Mm-hmm. Dus voor mij was het iets makkelijker om te zien. Weet je, dat ik, okay. Tussen welk... Dit begint eigenlijk na het aflopen van de Clone Wars. Ja. En dan gaat het helemaal door tot eigenlijk deze film. Praten ze hier nog over Jedi's dan? In het begin wel, ja. Dus die komt die ook Jedi in voor? Dat is de planeet waar... Nee. Jedi's oorspronkelijk vandaan komen. Nee. Dit boek... Volgens Rogue One. Ja. Nee, dit boek gaat eigenlijk meer over Galen Erso, dat is dus de vader van Jin. En het gaat over jou of aan je? Ja, niet Jin, maar Jin. Nee, en die... dan zie je dus dat haar vader en haar moeder eigenlijk gewoon twee scientists zijn. Maar die eigenlijk voor een goed doel bezig zijn. Ze willen gewoon betere energie gaan ontwikkelen. En dan die andere knakker, Orso. Dus degene, de andere, eigenlijk de main villain. De director. De main villain van deze film. De Death Star bouwer. De directeur die over het hele proces gaat. Als directeur, manager. Het is werkmanager-achtig. Hij noemt ze director. Correct. Director. Ja, director Crack. Ja. In ieder geval, die man die misbruikt ze eigenlijk, die technieken, om dan die superlasers te kunnen bouwen. Ja. Daar gaat het om. En dat hebben ze op een gegeven moment door in dit boek. En dan gaan ze, dan gaan ze weg. En die Sam Carrera, die je helemaal in het begin van de film ziet, dat is die Force Whitaker, dus die donkere man. Die heeft dan een rol in dit boek dat hij als het ware hun weet weg te coachen. Hm. Of te veel zin te houden. Dus dat is eigenlijk heel kort, heel snel het boek. Die andere driedelige serie komt daar ook niet die keur in voor. Nee. Hoe heette die andere ook weer? Je bedoelt de oudere serie van Tron? Ja. Ja, maar Tron is inmiddels geen canon meer. Die hebben ze eruit gehaald. Ja, absoluut. Dus canon heeft er... Terwijl het wel een hele tijd de officiële opvolger was. Ja, die op de drie boeken. Dat werd in de jaren 80 volgens mij gezien als de officiële opvolger. Ja, 90. Maar dan nog, die Sam Carrera die komt wel voor in de Clone Wars. Dat is wel officieel canon. Dat is een tekenfilmserie. En daar is eigenlijk dit personage geïntroduceerd. En het is heel interessant, ze hebben dus eigenlijk van een personage van Clone Wars hebben ze in deze film gedaan. Dus er zit dus een overlap tussen animatie en speelfilms. Ja, moeten we ook die al met een animatie maar kijken? Ja, nou ik heb het aan Jim al gevraagd, die gaat dat checken. Zeker, ja. Dus wij gaan het als shitje reviewen. Ik ga zeker kijken.
Nee, maar je moet niet alles zien. Kijk, je moet alles wel zien. We hebben nog zoveel series die we ook nog moeten zien. We kunnen eigenlijk bijna gaan onze baan opgeven, want we hebben te veel om te kijken. Ja, nee, en dat is niet de bedoeling. Kijk, het is wel belangrijk. Jij werkt nog niet, dus jij kan makkelijk alles kijken. Hé? Lekker stage lopen, lekker ziek melden. Maakt er niet uit. Ja, laat wel. Kan niet over wat kijken. Hey, jongens, even op zoek blijven. Nee, maar even terugkomen op Rogue. Je hoeft het allemaal niet te zien, je hoeft het boek ook niet te lezen. Je kunt gewoon deze film bekijken. Ja, zeker weten. Misschien is het eigenlijk wel goed om deze te kijken. Stel dat je helemaal nieuw bent voor Star Wars en je kijkt als eerst deze. Ja, dan is het een leuke film. Dan zit je er heel goed, begin je heel goed, vind ik. Ja, ik denk dit is een heel goede van je. Ja, ja, ja. Behalve als je er dan daarna één gaat kijken. Ja, dan heb je het even dan echt. Zit je er niet, dan is het niet goed. Maar ja, laten we eerlijk wezen, nummer 1, slechtste film ooit, Star Wars. Dan heb je het echt over het origineel. Dan kijk ik liever 7. Ja, maar dan heb je het over Phantom Menace 1. Dan hebben we over Phantom Menace. Ja, dat sommige mensen noemen als 4-1, dat is omdat dat de eerste vers. Maar dan heb je het over Phantom Menace, is verschrikkelijk. Want, verschrikkelijk was die, ja. Ja. Gewoon omdat een kind de held wordt, dat kan bij mij, ik kon er bijna niet in. Nee. Je zegt het is Disney, maar het was toen geen Disney, weet je wel. Dus ja, maar toch heel slecht. Ja, en ook die Jar Jar, dat is ook. Jar Jar is ook wel verschrikkelijk. Maar ik heb terug ook weer op Rogue One. Ja, weer. Wat heel belangrijk voor niks was dat het een echte oorlogsfilm was. Ja. En wat ook leuk was, dat stormtroopers, deze jongens, ook een keertje raakschoten. Ja. Ja, dat is goed gegaan. Ja. Uiteindelijk heeft niemand het overleefd. Kijk, we gaan ervan uit dat jullie de film al gezien hebben. Ja. Hè? Want we spoileren hier het hele zootje. Ja. En als we dan toch erover hebben. Ik vond het wel leuk dat ze ook allemaal dood gingen aan het eind. Ja, zeker. Hè? Dat was ook wel een goed verhaal, vond ik. Ja. Iedereen lekker kapot. Geen happy ending. Geen happy ending. Nou ja, happy ending. Ze hebben de Death Star plannen, dus dat was happy. Ja. Toch? Ja. En natuurlijk, wat ik ook heel... De missie was geslaagd. Ja, dat is waar. Ze ging allemaal dood, maar... Nou, had jij niet een romantische kus verwacht aan het einde? Of een beetje wel. Einde? Ja, dat... Drie keer een moment dat ze denken, nou gaan ze zoenen. Nou gaan ze zoenen. We weten allemaal wie we nu bedoelen. Ja. Met wie we worden. Ja. Maar ik had eerst gezegd dat ik verwacht dat ze misschien nog opgepikt zouden worden. Nog snel weg zouden gaan. Maar nee hoor. Hup, gewoon dood. En wat ik heel bijzonder vind, in deel 4 zie je in die crawl, dat is die openingstest staat, ze hebben een eerste victory gehaald. Dus eerste overwinning. Maar in feite, als het goed nagaat, ze hebben heel veel piloten verloren. Ze zijn een vlaggenschip in de lucht gegaan. De vloot is naar de kloten. Dus eigenlijk... Terwijl het maar een heel klein lullig vlootje was. Ja. Als dit de fleet zou zijn, waar ze het over hebben. Dus het Empire. Hoeveel schepen zijn dat? Ze hebben bitter veel moeite gehad om twee Star Destroyers kapot te krijgen. Als die met de hele Empire... Maar dat is ook wel logisch. Want als je dan later ziet met Empire Strikes Back, zie je ook de hele grote vloot van de Empire. Dan zie je ook dat de Rebels nog steeds aan het wegrennen zijn. Dus het is wel consequent in de zin van, dat klopt, dat de Rebels nog echt aan het bouwen zijn. Klopt. Ja. Dus dat is wel... Wat jij zegt, als je denkt aan de Jedi Strikes Back en je ziet die vloot dan, is ook niet heel groot. Nee. Kijk, tegen welke vloot vechten ze? Ze vechten niet tegen de vloot, volgens mij. Ze liggen alleen van de schepen die bij de Death Star liggen. Ja, klopt. Dus we hebben eigenlijk nooit een echte Imperial Fleet gezien. Nee, niet helemaal. Want hoe groot zou die dan wezen? Ja. Nee, dat is wel heel interessant, want als je die ziet, dat zou trouwens een hele mooie tussendelen zijn. Nadat je natuurlijk Return of the Jedi en The Force Awakens hebt natuurlijk aardig tijdlap. Dan kan je nog aardig wat float battles krijgen om dat te laten zien. We weten dat ze best wel Star Destroyers hebben. Ja. In principe. Ze hebben ook meerdere. Meerdere basissen. Meerdere basissen waar ze schepen bouwen. Ja. We weten ook dat planeten. Solaris bijvoorbeeld is er eentje van. En dat zijn echt werven, dat is een woord. Echt scheepswerven. En die pompen er echt wel wat uit. Ja. Maar we zien in elke film, zien we er vaak maar één of twee. Misschien één of twee en een Superstar Destroyer erbij. Maar... Nou, ik zit te nadenken. Je zag natuurlijk met de originele Star Wars, zag je dat bijvoorbeeld toen met Millennium Falcon achtervolgde heel veel Star Destroyers steeds. Ja, hoeveel? Steeds 3, 4, maar elke system begint ze steeds, weer eens 8 nagezeten. Ja, dus we zitten er in heel veel systems, liggen er heel veel om die systems onder controle te houden. Ja. Dus dan kan je in feite dan niet allemaal wegtrekken, want dan gaan misschien alle systems gebouwen. Dus dat zit, we zijn nu heel veel theoretisch in. Maar ze zijn natuurlijk al best wel lang bezig met het bouwen van de vloot. Ja. Ze zijn al begonnen toen het nog de Republic was. Ja, klopt. Dus zijn ze al begonnen met bouwen. Ja. Het waren wel ouderen, maar ze zijn toen al begonnen. Ja, klopt. Nee, dat zijn wel dingen... Leuk om zo door te gaan. Ja, we moeten zo meteen wel een beetje gaan afronden, anders gaan mensen natuurlijk afhaken. Ja, er zijn nu te veel theorieën. Ik zou ook niet luisteren, 10 minuten aan mijn eigen geloof. Nee, maar even terugkomend. Jim, ook wel aanrader. Ja, aanrader, zeker. Hoeveel René Mioch sterren zou jij ze geven? Ja, 9.
9, dat kan niet, want hij geeft er maar meestal 5. Ja, oké, maar dan nog 5. Wie hier René Mioch? Dat kun je meestal zeggen, want je weet niet wie René Mioch is. Of wel? Nee. Nee. Oké, maakt niet uit. In ieder geval, maar jij geeft de cijfer 9 als we het echt over een schoolcijfer hebben. Ja, dan een 9, ja. En dan is 5 tegen... Ja. Is goed, duidelijk. Pet, ja, ik geef hem ook een 9, ik vond hem heel goed. Ja, nou, ik sluit me aan. Dit echte... Als ik over kijk... Dus wij geven de nummer 3,5, geven wij dus een 9. Heel goed. Dat is een hele goede vraag. Ja. Nou, heren, mag ik u bedanken voor dit... We vonden het erg plezierig om u te zijn. Ja? Ja, leuk. Top. Nou, hopelijk jullie ook. En wie weet tot ziens. Dank je. Tot ziens. Doeg.